We zitten momenteel op de intensive care van het AZP, de kinderintensive care. En hier hebben we een aantal bedden waarbij we kinderen behandelen voor verschillende oorzaken. Kan een aanrijding zijn, kan een, een kind dat na operatie komt, heeft wat met een darmprobleem. En hier, dit is het enige kinder-IC in heel Suriname. En hier behandelen we dus alle kinderen die zuurstof nodig hebben en andere problemen, waardoor ze in nood komen. En momenteel zijn er geen kinderen hier die met COVID zijn opgenomen. Er zijn geen kinderen op de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis. Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag. De afgelopen dagen is er binnen de samenleving enorm veel paniek ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat kinderen en baby's besmet zijn geraakt met het coronavirus en dat ze zijn beland in de ziekenhuizen en op de intensive care units van de ziekenhuizen. Volgens kinderarts Dr. Laurindo Kloof is er onjuiste informatie doorgespeeld en dat heeft gezorgd voor de onnodige paniek. In gesprek met het journaal geeft Dr. Kloof verder aan dat vanaf de intrede van COVID-19 in Suriname tot op heden er in totaal 523 kinderen positief getest zijn op het virus. Maar er is een verschil tussen positief getest zijn en ziek zijn. U hoort de kinderarts. Nou, ook als kinderarts, maar ook als burger heb ik de afgelopen dagen allerlei berichten in de media kunnen volgen omtrent kinderen en baby's. En de indruk werd gewekt alsof er heel veel kinderen zelfs op de intensive care waren en dat er paniek eigenlijk ontstond in de maatschappij. En dat was helemaal begrijpelijk. Maar weet je, ik zeg altijd, als je iets wil weten over kinderen en ziekte, dan moet je dan bij de kinderartsen zijn. Dus die informatie, helaas, berust niet op informatie van de kinderartsen verkregen. En wat de feiten zijn, en dat is belangrijk, wat de feiten zijn over kinderen en COVID, is dat er sinds de aanvang van COVID in maart 2020, hebben we in totaal tot april 2021 hebben we totaal 523 kinderen gehad die positief zijn getest. En dan wil ik direct een verschil brengen tussen positief zijn en ziek zijn. Dat zijn twee aparte dingen. Dus 523 kinderen die zijn positief getest. En dat is geen nieuw feit. Dus het is niet zo dat pas 4 kinderen positief zijn getest. Nee, sinds het begin van de pandemie zijn in Suriname 523 kinderen positief getest. En dan heb je dan een ander stuk, hoeveel van die kinderen zijn ziek geworden? En dat antwoord, dat kunnen wij geven omdat wij de kinderen behandelen. Wij zijn de enige unit in AZP die kinderen die meer zuurstof nodig hebben, dus op de intensive care, behandeling nodig hebben, die kunnen accommoderen. En van die 523 zijn er maar 2 kinderen die zuurstof nodig hebben gehad. Dus dat wil zeggen, 99,6% van de kinderen heeft of geen klachten of heel weinig klachten. En dat is tot nog toe zo geweest. Dus dat de berichtgeving dat kinderen ziek zijn en dat er een heleboel dingen gebeuren, berust niet op waarheid. En het ene geval van die 2 kinderen was 1 inderdaad een 16-jarige jongen. En die moest op de intensive care worden opgenomen. Maar let wel, dat was ruim 4 tot 6 maanden terug. Dus dat is oud nieuws. En weet je, deze jongen die had vrienden die golddelvers waren. En weet je, dus het is een andere situatie. Dus ik vind wel, als we informatie moeten verstrekken, moeten we wel de correcte informatie verstrekken. We zijn ons ook als kinderartsen terdege bewust dat er in Brazilië een heleboel kinderen zijn overleden. In totaal 2000 kinderen. Maar de reden daarvoor, dat is nog niet duidelijk, omdat ze geen swabs hebben afgenomen bij die kinderen. Dus het kan mogelijk gaan om COVID of het kan mogelijk gaan om een immuunstoornis die optreedt na COVID. Maar wat er ook mag zijn gebeurd, die ontwikkelingen volgen we. Maar in Suriname, tot nu toe, hebben we nog geen zieke kinderen gehad. Dat kinderen positief zijn, dat is eigenlijk al lang, dat is sinds het begin van de pandemie zo. Dus wat we tot nu toe hebben gezien is dat de kinderen niet zieker worden. Dat er meer kinderen besmet worden. Die cijfers en die observaties gaan we dan bijhouden. Maar voor nu, met het monitoringssysteem die we in place hebben, samen met BOG, samen met de huisartsen, hebben we nu nog geen reden om in paniek te gaan. We volgen dat gewoon, maar voor nu zijn er nog geen
zieke kinderen. Op de hele afdeling is er geen enkel kind die zuurstof nodig heeft op dit moment. Een van de jongste slachtoffers van COVID was 21 jaar. Die trend moeten we blijven vervolgen. Maar vooralsnog hebben wij geen kinderen die zuurstof nodig hebben. Er zijn wel kinderen die positief besmet worden, maar wij zien niet dat de kinderen zieker worden. Dus wij gaan het gewoon nog blijven monitoren en het volk blijven informeren met de correcte informatie. In navolging van wat dokter Kloof net heeft verteld, heeft de minister van Volksgezondheid, Amr Ramadien, het volgende te zeggen. Het ministerie van Volksgezondheid staat volledig achter de statement van de vakgroep kindergeneeskunde in zaken besmettingen bij kinderen met COVID. Wij erkennen natuurlijk dat COVID-19 een ieder ongeacht de leeftijd kan besmetten. De berichtgeving rondom kinderen en scholen en de link die gelegd wordt heeft niets anders te maken met het feit dat wij weliswaar rekening houden met een aanzienlijk percentage van Manaus variant besmettingen in Suriname. En kijkend naar onder andere het buitenland, zoals Brazilië, maar ook andere landen waar het Manaus variant overheerst, weten wij dat en zien wij ook een shift van besmettingen, met name naar jongere leeftijdsgroepen. En daarom is het heel belangrijk dat wij wel rekening moeten houden met misschien wel besmettingen bij kinderen, maar ook het feit dat kinderen mogelijk bij het Manaus variant zich zieker kunnen presenteren dan in de eerdere golven. Het is belangrijk en daarom dat het ministerie volledig medewerking geeft aan de kinderartsen om dit voor ons te monitoren en uiteraard goed voorbereid te zijn op mogelijke ergere klachten en ziektebeelden bij kinderen. En daarom dat ik een oproep doe aan alle ouders en verzorgers, onderwijzers of ja, althans crash personeel, om zoveel mogelijk de COVID-maatregelen, met name in de preventieve sfeer, in acht te nemen. Laten wij niet alleen ervan uitgaan dat ouderen of volwassenen slechts besmet kunnen raken. Ook onze kinderen kunnen besmet raken. U weet dat de overheid tot nu toe niemand verplicht gesteld heeft onder 12 jaar om een mondkap op te zetten. We raden het wel aan. We zien het ook in het buitenland. We raden het zeker aan. Maar neemt u niet het risico om uw kind te veel bloot te stellen aan personen. En daarmee voorkomen we natuurlijk ook massale besmettingen onder kinderen. COVID is er en COVID zal blijven. Niet omdat kinderen niet ziek worden, wil dat zeggen dat zij de maatregelen niet meer in acht hoeven te nemen. Dat wil dus niet zeggen dat ouders gewoon, weet je, weer nonchalant. We gaan natuurlijk de regels moeten handhaven. En daarom zijn er ook gewoon hele goede protocollen. Ook voor de scholen, waaraan nog steeds gehouden moet worden als en wanneer we besluiten om de scholen weer te openen. In sommige ziekenhuizen zijn er volgens dokter Kloof wel kinderen opgenomen, maar niet omdat ze ziek zijn. Ze vertoeven daar in quarantaine. Het gaat dan om kinderen die of een lichte hoest hebben of diarree, maar geen kinderen die aan de zuurstof moeten. Het is ook misschien goed te vermelden dat er verschillende ziekenhuizen zijn. En in sommige ziekenhuizen worden kinderen opgenomen, maar niet omdat ze ziek zijn, puur omdat ze de kinderen in quarantaine willen hebben. En dat is dan, weet je, sommige kinderen hebben hoesten een beetje, anderen hebben een beetje diarree, maar niet echt een reden om te zeggen van hey, we moeten het kind infuus geven of medicatie geven of zuurstof geven. Een van de ergste gevallen die we hebben gehad was inderdaad een 16-jarige jongen. En die had zuurstof nodig. En die is op onze volwassen IC dan verder behandeld. Maar het merendeel van de kinderen, ruim 80-90%, die krijgt geen klachten. En het klein deel die krijgt milde klachten. Dat wil zeggen een snotterig neusje, een beetje hoesten, maar niet iets waarvoor we zuurstof of ondersteuning moeten geven. Nu dat wij ons bevinden in een reële derde golf van de pandemie, hebben we niet nog meer onrust nodig binnen de samenleving. Dr. Kloof doet een dringend beroep op de samenleving, maar ook aan de mensen die misinformatie creëren om ermee te stoppen. Volg de juiste weg om aan de juiste en correcte informatie te komen. De boodschap is, we zitten momenteel in een reële derde golf.
En dat wil zeggen dat het vooral met alle varianten het heel erg spannend is. En heel veel mensen kunnen slachtoffer worden van COVID. Dus we zitten allemaal in spannende dagen. En we hebben niet meer chaos en meer reus en meer angst en meer sensatie nodig. Dus mijn boodschap is, als we iets publiceren, als we informatie geven, moeten we er gewoon voor zorgen dat de bronnen gewoon kloppen. Want als die bronnen niet kloppen, eigenlijk richten we meer schade aan de maatschappij die het al moeilijk heeft. En in plaats van rust. En gewoon een nuchterheid, waardoor we beter kunnen handelen. Tijdens de laatst gehouden Zoom-persbriefing heeft epidemioloog Dr. Rajesh Ory in een presentatie laten zien hoe zorgwekkend de situatie is in Suriname. Vooral nu, met de varianten die zich sneller verspreiden, is extra alertheid aanbevolen. De situatie is zeer ernstig. Even in een korte presentatie. Dit is de epidemiologische curve. Op basis van de dag van analyses en dan goed kijken aan de helemaal rechts, ziet u dat we al degelijk nu in de derde golf zijn. We gaan naar een piek. We zijn nog niet daar. We gaan nu nog naar de piek. Dit is van de tweede en de derde curve. En als u de rode lijn volgt, dan zie je dat we nog steeds toenemende fase zijn. En als je goed kijkt, dan de lijn, als je een lijn wil trekken, is het bijna een rechte lijn van bijna 45 graden. Dus wat aangeeft dat als de omstandigheden zo blijven, dus als er geen verandering komt, dat het risico hoger en zit, dat we steeds veel meer cases zullen krijgen. Dit is het aantal testen en de positivity rate per maand. We zien dat wij april alvast al meer testen hebben gedaan dan de maanden daarvoor. We hebben ook opgeroepen om meer te testen, omdat de positivity rate behoorlijk hoog is. Tot voor april zitten we nu nog op 20,1%. Dat is hoog. Het doel is om beneden de 10% te zijn. Dus het is 2 maal meer dan dat. Wat betekent dat er nog meer mensen moeten komen om te testen. Dus op dagbasis. En je ziet dat van gisteren was het 20,7%. We hebben op een gegeven moment zelf dicht bij de 40% positivity rate. Dat is behoorlijk hoog. Dat wil zeggen dat als we 10 personen hadden getest, daarvan 4 positief waren. Dit is de R. En we zien dat de R een kleine lichte daling aangeeft. Dat is 0,39. En, het blijft nog een beetje kritiek vanwege de nieuwe varianten die we hebben. Straks daarover. Maar dit is een vergelijking. Suriname, Guyana en Frans-Guyana. We zien dat Suriname altijd tussen de twee Guyana's waren in de eerste en tweede golf. Bij de derde golf lopen we nog achter. Je ziet dat het weekgemiddelde bij in Guyana en Frans-Guyana behoorlijk hoog zijn. Wij lopen nog achter. Maar wat we wel zien is dat alle drie landen nog in de stijgende fase zijn. Er is nog geen zicht dat het een daling. Even nu over de varianten. We hebben al 4 keer de monsters weggestuurd, maar de 2 eerste hebben geen bijzondere, dus die beruchte of de variants of concern gevonden. Bij de 2 laatste hebben we dat wel gevonden. Dit is de samenvatting van beide. Als we kijken naar de 3 gele, die zijn de meest belangrijkste. En als we kijken naar de Manaus variant, we hebben uit de samples die we hebben gestuurd, 28 waren positief daarin. De tweede is het Brits variant. We hebben 18 van het Britse variant uit de samples gevonden. En we hebben 1 van Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse variant. Dus in tijd om te kijken van de samples die waren gestuurd. En dan zie je dat in die samples dat vanaf 21 februari er Manaus variant was gevonden. Dat wil niet zeggen dat we vanaf 21 februari Manaus variant hebben. Het kan ook dat het daar eerder is. Dus het moment dat de samples zijn gestuurd op basis daarvan, als we daarin kijken, de eerste die we daarin hebben gevonden, was 21 februari. En dan kijken we naar de 2 andere varianten. Die hebben we dan in 14 maart. Hebben we van 14 maart in de samples van 14 maart.
Dit is een kaart om te kijken naar de verspreiding van de verschillende varianten. We zien Paramaribo en Anika, de meeste zijn daar. We zien in Nigeria bijvoorbeeld dat Brits variant. Komen we in een nieuwe Manaus variant. Saramak ook Manaus variant. We gaan deze drie varianten even uit elkaar zetten. En dan kijken we dat, zien we dat het Manaus variant bovenste foto. En dan zien we dat de verspreiding daarvan. We zien dat vooral eigenlijk, als je goed kijkt, is overal in Paramaribo, alle delen van Paramaribo en ook in, we zien ook in Macomowena, ook in Saramaka, Manaus variant. Het middelste is Brits variant, dat zie je in Nigeria en Paramaribo Wanika. En het onderste is, dat is van Zuid-Afrikaans variant, dat is Paramaribo Wanika. Deze varianten zijn belangrijk omdat ze de besmettelijkheid met 1,5 tot 2 maal groter is. En plus nog de kans op ernstige ziekte overlijden is vele malen groter. We zien allemaal wat in Brazilië is gebeurd. En vandaar dat we hebben gezegd van binnen OMT dat dit is erg ernstig. Als we kijken naar de verspreiding ervan, we moeten zo snel als mogelijk proberen dat we de piek, dat we de toename van cases naar beneden brengen. We zien nog geen daling. We zeggen we moeten over de berg gaan. Dus we moeten naar de piek. En laten we hopen dat het liever morgen dan overmorgen dat we over de piek zijn. Want dit is ernstig. We horen al, ik denk dat de minister daarover gaat praten, over de situatie in de zorg. Dat het erg kritiek is op dit moment. En de maatregelen zijn daarom aanbevolen. Dus blauw is Frans Guyana. Rood is Suriname, oranje is Guyana. Het gaat erom dat bij de eerste en tweede golf hebben we gezien dat het eerste begonnen is Frans Guyana. Na iets meer dan een week, tot 10 dagen, is Suriname begonnen. En daarna Guyana. Dat is bij de eerste en de tweede golf. Bij de derde golf is er een verandering daarin. Het is eerst begonnen in Guyana. En daarna Frans Guyana en daarna Suriname. Dus het is een beetje verschillend met de twee golven. Met de twee andere golven. Maar we zien dus, als we eens goed kijken, dus het kan ook te maken hebben dat vanwege onze maatregelen, dat we nu deze keer later, dat we zijn begonnen aan het toename van aantal cases. De dreiging is er, overal. De hele regio, hele Amerika, vooral Zuid-Amerika. Alle landen zijn bijna in lockdown. De PAU heeft dat zelf aangegeven, dat Brazilië een hoog groter risico is voor de regio, zolang. De cases in Brazilië niet stabiliseren, gaat dat ook niet gebeuren in andere landen. En dat hebben we ook gemerkt. Al de landen in Zuid-Amerika hebben op dit moment te kampen met de verschrikkelijke toename van aantal cases. En er zijn ook een aantal die in lockdown zijn. Even had het enorme land het coronavirus onder controle. De eerste golf was achter de rug en veel was weer mogelijk. Inmiddels is India getroffen door een tweede hevige coronagolf met veel besmettingen en doden. Ziekenhuizen kunnen de patiëntenstroom niet meer aan en er zijn onvoldoende zuurstof en medicijnen. De Indiase minister van Volksgezondheid zegt er alles aan te doen om de tekorten op te lossen. Hij zegt in gesprek te zijn met buitenlandse leveranciers. De afgelopen dagen kwamen er per dag meer dan 200.000 nieuwe besmettingen bij. Ook overlijden er iedere dag meer dan 2.000 Indiërs aan het virus. Verschillende landen hebben snelle hulp toegezegd aan India dat te kampen heeft met een ongekende golf van coronabesmettingen. Als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. De Europese Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten sturen medische hulpgoederen naar het land waar de afgelopen 4 dagen elke dag 300.000 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld. En met dit bericht zijn wij aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil u bij deze vragen om zich te laten testen bij elke griepverschijnsel. Bel naar de 178-lijn als je weet dat je symptomen hebt. Hou rekening met de nieuwe maatregelen die onlangs zijn aangekondigd, waaronder de verlenging van de weekend lockdown, ook dit komend weekend. Ik wens u een fijne en veilige dag verder. Tot morgen.